Goeiendag, mensen. Mijn congé zit er over heb. Vandaag een laatste dag. Morgen is het weer aan de slag. Het hoofdonderwerp waar ik vandaag wil over in is de slotakkoord van de klimaatconferentie. En hoe ontgoochelend dat voor veel mensen was. Eigenlijk zijn er geen verbindende overeenkomsten gesloten. We zijn een soort vrijblijvende engagementen van alle landen. Ik heb gisteren al het er even over gehad. Gisteren laat in de avond is die slotverklaring gekomen. En dus ja, dit ontgoochelende ding is, het laatste jaar gaan we weer moeten weer een conferentie zijn van de laatste kansen. En ik vrees dat er nog veel gaan komen van de laatste kansen. Het ding is natuurlijk van, op een bepaald moment gaan er echt wel maatregelen genomen moeten worden. Omdat het klimaat, ja, meer en meer miserie gaat opleveren. En elk jaar gaan we wat verliezen, ten wijze te laten zijn voor in te grijpen. Maar hoe langer dan ermee wachten, hoe meer miserie dan we onze kinderen mee hebben zouden doen. Dus ja. Dat is het. Dus Glasgow 2021, maar Glasgow 2020, dat is de naam van de conferentie, is niet positief afgerond en ook de organisators worden zichtbaar teleurgesteld. Ter afsluitingen, dan zijn we terug om van het Lichtfestival te gaan. Maar uiteindelijk hebben we beslist voor toch niet te doen. Binnen 2 jaar gaat er weer een Lichtfestival zijn. Waarschijnlijk hebben we al iets gemist, ja. Maar ja, soms zijn je hoestingen, soms niet. Dat Lichtfestival item is eigenlijk maar een non-item. Maar het is toch verteld geweest. Vandaag geen coronacijfers, morgen wordt niet. Maar vanaf overmorgen werd die slinger weer aangevuld. En ja, dat gaat het zin in. Tot morgen, prettige avond nog. En de volgende keer.